Nou, even de bril op, al zie ik niks. Die gaat nog naar beneden, hoor. Wat zijn jullie rare mensen. Nou, maar, oh, goed, maar kijk, er zit een gat in die map. De hele map is stuk, zie je dat? Oh nee, hoort dit in, hoort dit in. Oh, was maar pauze. Nou. Dus dit is de aflevering afgelopen zondag. Ja, ik moet even bril opgooien. Wel bij de glazen. Ik heb plus 2. Dus plus 1, dus plus 2. Plus 1, plus 2. Ja, ja. Hoe verzie je dit? Nou. En deze aflevering speelde zich af in Midden-Brabant. In, nou, rond ja, Os-Uden. Nou, dat doet hij niet om. Geachte rijdende rechten. Het begon meteen al bij terugkomst van onze vakantie uit Luxemburg. De familie Schelkers, onze buren, hadden een schutting geplaatst van 14 meter hoog, zodat het bij ons om 2:30 middags al donker is. Ja, zo ga ik het toch niet als buren met elkaar omrijden, rechter. Ook ligt er al een tijdje 2 pitbulls op onze gezamenlijke oprijlaan en kunnen wij, als wij terug zijn van de Aldi, de auto pas verlaten als Adolf en Osama zijn aangeleid. Ook vertrouwen wij de conifere kwekerij bij hen in de kelder niet. Het is toch van de gekke dat wij tussen 11 en 5 zonder stroom zitten, maar dat er s'nachts rook komt uit de elektriciteitsmeter. En ons maandbedrag is opeens van €244 naar €3688 gegaan. Ja, dan vraag u rijden de rechter, waar zijn we dan mee bezig? Tevens heeft meneer Schelkers vanmiddag radioactief materiaal over onze schutting gegooid. En groeiden nu oranje vierkante komkommers en fluoriseerde radijzen met omtrek van 3 meter in onze moestuin. Soms weet je niet meer. U moet me geloven, soms weet je niet meer. Echt niet meer. Dan vraag je wel, maar dan weet je het echt niet meer. Meester, ja, dom huftetje. Meester, ze zeggen dat ik niet zo mooi ben. Dat klopt, je bent heel lelijk, ze mogen je slaan. En dan nog eens nog iets. Dit jaar blijf je zitten. Maar het schooljaar is nog niet eens begonnen. Nee, dus begin er maar niet aan. Dan weet je niet meer. Gelooft u mij heel echt? Dan weet je niet meer. Papa, ja, lelijkste zoon die ik heb. Papa, als ik nou een bivakmutsje op doe en ik blijf de hele dag in de tent, mag ik dan mee op vakantie? Alsjeblieft, mag ik dan mee? Nee, jongen, papa, mama wil ook wel eens alleen. En jij gaat dan naar de lelijke jongetjes zeilschool. En ach, het is maar voor 1 jaar of 2. Nou, dan weet je niet meer. Gelooft u mij echt maar, dan weet je niet meer. Trainer, ja, lul. Trainer, ik sta helemaal alleen in Zwolle. Ik sta hier helemaal alleen op het veld. Er is verder niemand, dus ik denk, kom ik bel. Eikel, we spelen thuis. Maar in mijn clubblaadje stond uit. Ja, in jouw clubblaadje wel. Gelooft u mij? Dan weet je het echt niet meer. Oma, ja, vervelend kleinkind. Oma, vertel nog eens van vroeger, van die prachtige tijd. Zonder zorgen, zonder al te veel verdriet. Ja, jonge oma was vroeger heel gelukkig. Had ook een reden, jij was er nog niet. Dan weet je niet meer. Gelooft u mij? Dan weet je het dus echt niet meer. Hij past op oma. Oma is 98 en zo dement als een kaneelstok. Hij stuurt meestal oma om 6:30 naar bed en is hij doodziek van het gezeik. Nee, dat is niet waar, dat is niet waar, dat is ook niet waar. Maar ik zie het mensen, ik ben op tournee, dat is het mooiste vak van de wereld, maar ik zie het te weinig. En ze woont wel in Groningen, ik ga het wel even vertellen ook. Ze wil eigenlijk ook wel uit, ze heeft genoeg van het leven, weet je, maar ze is wel een schatje. Ik kan het wel even vertellen. Ze is een beetje, nou ja, dan zit naast het bed en heeft ze wat kussens omhoog. En, zegt ze altijd hetzelfde verhaal. Ik heb wel, in dokter, nou ja, zegt ze altijd hetzelfde. Weet je wat het is? Hij is zo open als ik, dan komt er niemand meer langs, Frits. Bert. Sinds mijn man Benny dood is, Simon. Sinds mijn man Simon dood is, komt er zelf niemand meer naar mijn verjaardag op. Bert. En ik wilde wel uit, ben er wel klaar mee. Ik zag mezelf vanmiddag in de spiegel, toen dacht ik bij mezelf, ik geef de pijp aan Robert Jan. Maarten. En God haalt me ook een keer. De lieve Heer haalt me ook een keer. Maar ja, Daniel mag weten wanneer. Joost mag weten wanneer.
Ik liep vanmiddag door de winkelstraat. Ik zag mijn eigen gezicht. Zag ik in de ruit van de HEMA. Toen dacht ik bij mezelf, klaar is Henk. Kees. Nou, één keer zijn we eens kamperen. Weet je. Ik zou zeggen hoe we zijn. Ze heeft me overgehaald om te gaan kamperen, laat ik het zo zeggen. Ik zou ook zeggen hoe ze meest overgehaald als ze jou vastbindt op het bed in een bepaalde houding. Ze komt binnen in haar favoriete tanga. Ze begint een beetje ecologisch met jouw 7 graden knuppel te spelen. Nou. Dan wil jij wel een kampeerkaneetje invullen, hoor. Man. Ik zeg, nou goed, lieverd, dan jij hebt je zin, gaan we één keer kamperen. Dus ik pak die koffer. Nee, we gaan niet met die koffer, die gaan niet mee. We gaan met een rugzak. Je schijnt te moeten kamperen met een rugzak. Man, rugzak. Volgens mij dat is gewoon een naam van de uitvinder. Rugzak. Yeah. Oh. En zijn broer heet slaapzak. Zo zeg. Nou, dan heb je eindelijk alles uit die koffers weer, weet je wel. Moet alles in die rugzak, de helft wil niet mee, want die rugzak gaat veel minder in. Zo'n zijvakje gaat in één schoen in. Nou, eindelijk heet die rugzak op. Breuk in je rug, doet niks. Je blijft lachen. Hupsakee, en ga maar door. En dan heb je rug, en dan moet bovenop die rugzak, moet daarboven moet een teentje, doe dan met die stangen. Daarboven moet een slaapzak en daarboven moet zo'n rolmatrasje, zo'n campingmatrasje. Die slapen zo lekker. Ach, zo niet nou toch allemaal. Ik 3 weken te keutelen op zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping van 18.000 piek. Zo'n matrasje. Ik heb thuis een Alping, als ik aan een touwtje trek, word ik gelanceerd. Geweldig bed. Nou, trek ik niet even, dan zijn een touwtje de pleurt in elkaar. Ik vond het helemaal niks. Nee. Notabene, s'nachts in Griekenland regen. Dus dan mag ik de tent uit om zo'n tankgreppel om de tent heen te graven. Een uur later moet je pissen, flik jezelf in die greppel. Sta je met je mamaloe in de modder. Helemaal niks. Ken je die gaslampjes? Met die blauwe gasflessen, moet ik het nog uitleggen ook? Dat moet je dan op elkaar schroeven. Doe je dat net te laat, weet je wel? Dan is dat te donker. Nou, ja, het moet op de tas. Nou, je poten liggen open, het meurt naar gas. Het is een glazen kap, is zo stuk, is heel dun glas. Weet je wel, blij dat je het al heel uit doosje hebt. Nou, dan gaan er kousjes overheen, weet je wel. Het kous heeft misschien al een keer gebrand. Dan mag je er geen tweede keer aan zijn poeien. Lig gewoon om 2 uur met die gasflessen. Ik heb thuis voor 30.000 schulden halogeen. Helemaal niks. Nou, als 's nachts is donker, dan wil je toch vrijen. Maar je ziet niks, dan zoek je de condooms. Dan trek je er per ongeluk zo'n kousje omheen. En een uur later duurt de gaslamp aan, dan denk je, wat stinkt er hier naar aardbeien? Dan ben je spijt. Helemaal niet. Niet doen, jawel. Nou, altijd mug in de tent. Hoe de beesten komen, mijn godswonden. Hartstikke dure tent, 12 horkjes, 14 rits, altijd muggen binnen. Voor mij staat die familie mug al klaar als jij de tent opzet. Goedemiddag. Met zo'n koffertje met angeltjes. Dus die prik je helemaal lek. En ik dacht dat je precies weet waar ze zitten. Weet je wel, je hoort ze wel. Of je slaat telkens mis, of ze reïncarneren 4 seconden. Mag je nog blij zijn dat ze een mug reïncarneren en niet een olifant op je hoofd. Niks. Helemaal niks. Nou, moet je scheiden, ze gaan in de grond. Moet je scheiden op zo'n hurktoilet. En de hele camping weet dat je gaat scheiden, maar je loopt met een closet wel over de camping. En dan kun je er wel zo'n gehaakt mutsje over doen, maar ze zien het heus wel. God, wat heb ik op mijn hoedenplank? Niks. Helemaal niks. Nou, daar zit je te scheiden. Ten eerste hebben ze allemaal gezien dat geen scheiden. Ik had 1 keer die closet rond mijn trui. De papa er bij mijn broekvijf is over aan. Kijk, hij gaat scheiden. Nou, daar zit je daar te scheiden. Moet je in balans blijven. Alles flikkert er diep in.
En dan spoel je door, dan moet je heel snel dat hokje uit zijn. Want dan komt er zo'n vloedgolf over je heen. Ik liep een keer langs de tent van de buurman. Die buurman zei, u bent wel aardig bruin op de rug. Ik zei, ja. Scheid, zo gaat. Ik heb thuis een porseleinen sphinx van 50.000 piek. Helemaal niet. Ken je die pannetjes? Zal ik ophouden? Zo'n setje van drie met zo'n dekseltje? Ik hoor mijn vriendin nog zeggen, lieverd, giet jij de aardappel even af. Helemaal weggevikt hier. Want die klemmetjes zijn binnen 4 seconden net zo heet als het pannetje. Ik heb thuis voor 80.000 gulden tevalpannen. Klote pannetje. Of zo'n eenpittertje. Nou, dat pannetje flikkert om de minuut weer van het eenpittertje. Dan rollen die aardappelen weer door het gras. Die pleur je weer in de pan. Die vriendin die ziet dat. Die zegt, eet hem aan dijfie. Nee, treut, dan is gras in handen bereikt. Helemaal niks. Dat is één pittertje. Ik heb thuis 40 keramische platen. Nou, en om je heen gaan de haringen de grond in als in boter. Altijd rots. Staan ze allemaal dubbel, al die haringen. Ik heb 1 keer met dynamiet geprobeerd. Nou, die camping is een tijdje dicht, hoor. En als je kamperen, is namelijk ook niet. Je moet opeens alles ook in plastic mokken, ken je dat? Je moet opeens alles in plastic mokken, alles in plastic bekers. En waar je er ook in pleurt, hete thee, hete koffie, hete soep, het smaakt altijd naar plastic. Ik heb thuis voor een ton aan boerenbond, zit met zo'n klote bekertje. Helemaal niks. Vlieg kan ik niet, te laat. Sigetjo! Ik moet even zitten. Zo, de kleren zeg. Een stoot als een pak koffie, hallo. Mijn god. Ik las trouwens over, moet ik even bijvertellen. Over Stone zijn las ik een artikel in de krant. En er stond in dat in de geschiedenis er veel meer gebloot werd en veel meer gesnoven werd dan tegenwoordig. Ik denk, nou dat is mazzel, hè? Een zorgmender. En er stonden een aantal historische figuren op een rijtje zo naast. Die in de geschiedenis stijf stonden van de doop. Allemaal belangrijke historische figuren. En als eerste werd daar genoemd generaal Ducroix. Dat zeggen jullie geen hout, zijn wij ook geen sodomieten. Maar dat was de eerste generaal van Napoleon bij de slag om Waterloo. En die man stond op dat moment stijf van de doop. Had 20 van die dingen weggepaft, wist niet meer waar die was. Echt. Als je gezegd had, het is de Tweede Wereldoorlog, had hij het ook geloofd. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar, en dan stel ik mij dat volgende bij voor. Napoleon die staat op die heuvel, ja? Die zit op generaal Ducroix te wachten. Generaal Ducroix is wezen kijken bij de troepen, hoe het allemaal gaat. Nou, dat ging niet best, dat weet je nog wel. Generaal Ducroix komt terug bij Napoleon om verslag uit te brengen op zijn paard. Stijf van de doop. Generaal Ducroix naar Napoleon toe. Stijf, helemaal stijf. Ja? Generaal Ducroix op zijn paard. Hé, hey, Napo! Hey. Ik wil niet lullig doen, maar het gaat niet echt tof. Er zijn volgens mij te veel people's in andere uniformen, man. Je moet gewoon nokken, echt. Wat wil je nou nog meer, man? Je hebt een lekker wijf, je hebt een lapje grond, je hebt een koets met spoilers. Wat wil je nou nog meer, man? Ik moet gewoon nokken. Nou, hé, dan ben je. Ik ga. Hé, hallo, zwaai je nog of laat je die hand aan? Hé. Of twee Duitse jongens in de bunker. En die hebben 5 jaar zitten blowen. En opeens komt daar de invasie van Normandië. Die jongens hebben 5 jaar geen reet te doen. Gaan hebben 5 jaar zitten blowen. Hele bunker staat blauw. En op het laatste moment zien ze door de spleet van die bunker 1500 Schotse soldaten op zich afkomen. Ja? Op het laatste moment. Stijf van de doop. 2 Duitse jongens in bunker. 99 Luftballon. Hadden ihren Weg gefunden. Hatten.
de Uli. Ik heb nu einde weggedanst, maar ik geloof dat er 1500 mensen in jurkje. Ik heb een ganz große Travestietenshow daar. Also, ik vind het irre, super, toll, geil. Dat is een alte, Of weet je, de leukste was wel Moses. Ja, ik moet lachen, want ik weet wat er komt. Mozes staat met een kameraad op het strand. Hij kijkt richting Rode Zee. We kennen allemaal dat verhaal van Mozes en de Rode Zee. Mozes staat op het strand, kijkt richting Rode Zee. Kameraad staat naast hem. De volgende conversatie. Allebei helemaal stijf gepaft. Ja? Helemaal gebloot, helemaal weg. Mozes tegen die kameraad. Kameraad tegen die Mozes. Ja? Oké. Okay. Kameraad begint tegen Mozes. Richting Rode Zee. Dat is belangrijk, ja? Oké. Okay. Mozes begint. Hé. Hey. Weet jij wat ik kan? Moet jij eens heel goed op die zee gaan letten. Ik denk dat ik er heel populair mee ga worden. Let op hoor, daar komt het. Klik. Hele Rode Zee open. Die kameraad. Salai. Dat is helemaal nieuw, jongen. En nog nooit gezien, man. Ik heb er wel eens een gast overheen zien sjouwen, maar dit heb ik nog nooit gezien. En dit nog nooit gezien. Die vogel had beter kunnen... Hè? Die had beter kunnen wachten. Dat is ons gaan open, man. Die vogel had beter even kunnen wachten, hè? Ik vind het veel veiliger, man. En wat een fietsen nog op die bodem. Zie je dat, Moos? Pleuren die gast ook wel weg, man. Hé, hey, Moos, doe je dan zo'n truc of zo, Moos? Nou, is inderdaad een truc. Heel niet zo moeilijk, hoor. Je legt gewoon 2500 always op een rij, dat zuigt er gewoon in. Dat kun je niet missen. We achter elkaar. Niet zo, maar achter elkaar. Oh, wacht. En ik vroeg aan de jongens van de techniek, wat weten jullie nog van die serie Sissy? Het enige wat ik van die serie Sissy nog wist, dat was de schoonmoeder van Sissy. Dat was tante Sophia. Wat een kutwijf was dat. Ja, sorry. Ja, nee, ja, ik word wat harder, hè? Ja. Wat een potieksnol, echt waar. Nee, echt. Nee, Ik wil het ook wel even uitleggen. Ik wil niet iemand ongenuanceerd uitschelden. Op een gegeven moment, prinses Sissy wordt op een gegeven moment wakker. Duitse serie. Prinses Sissy wordt wakker en ze kijkt in het wiegje en haar kindje is weg. Het kindje is uit de wieg. Ze kijkt in de wieg en ze denkt, verdammt, scheisse, toll, irre, super, geil, dat kind is weg. En ze weet dat tante Sophia dat gedaan heeft. Trouwens, Sissy wordt wakker, vind ik altijd heel knap. Helemaal opgemaakt, violen erachter. Ik denk dat orkest gewoon onder het bed ligt. Die ligt gewoon te wachten. Is ze wakker? Ja, ze is wakker. Dus Sissy rent met die hoepeljurk door die gangen van het paleis om dat kind terug te halen bij tante Sophia. Met die hoepeljurk zo door die gangen. Nou, ik denk dat ze iets charmanter loopt. Het zal meer dit een beetje zijn, denk ik zo. Zwevende ribben. Maal zwaar spul, hè. En onderweg valt Sissy 4 keer op de bek. Echt waar. Hele kop kapot, panties van de zeeman naar de kloten. Heel erg. Strumpfen van zeeman. Ja, maar, ja, het is wel waar hoor. Nee. Het is wel waar. In oude Duitse films, wees nou eerlijk. In oude Duitse films, als man en vrouw renden of op de vlucht waren, dus vluchten met dubbel T, dan viel de vrouw altijd. Ze liep nog geen 20 meter, lag ze op de muil alweer. Gezeik. Voorbeeld. Even een voorbeeld over overvallende vrouwen. Oude Tarzan film, ja. Tarzan is op de vlucht. Er zitten 14 inboelingen achter hem aan, van die grote speren, 15 luipaarden, 16 leeuwen, partijtje puma's. Kortom, roddag, hij moet weg. Ja. Tarzan vlucht en Jane vlucht met hem mee. En ze lopen nog geen 50 meter of Jane roept, oi, Tarzan, mijn enkeltje, en vlop weer op de bek. Och, dan zat ik me op te vreten voor de tv, dan riep ik echt zo, laat liggen die snol, loop door, man. Ja. Sorry dames, ik was nog klein, hè. Ik zou wel niet meer roepen. En die griet vraagt er ook om, van hij gaat terug om die Jane op te halen. Hij pakt die griet op en die griet zegt, Tarzan, laat me toch liggen. Nou, donder dan neer, man. Weg. Gezeik allemaal. Hè? Of, nou, laatste voorbeeld, dan gaan we echt beginnen. Haal extra tijd, kan schelen, man. John Wayne als cowboy op een postkoets. John Wayne op een postkoets. Met een griet naast zich, ja? John Wayne wordt achtervolgd door 2000 indianen. Hij heeft 1 pistool. Hij telt... 6 kogels, 2000 indianen, haast, ja? En hij zegt nog,
Hij zegt nog tegen die griet naast hem. Jimmy, held die goed vast en flop ze van die goed af. Domme. Hele koets moet stoppen, dat ding slaat af, er moeten stadkabels op. Dat zei ik. Een koets van de ABB erbij, verkeerde pasje. Gewoon gaan. Zis. Pisnijder wordt erop. Nou, rustig ben je, moet de hele avond nog. Hè? Dus Sissy komt. Ja, Sissy komt met tante Sophia. Tante Sophia staat al klaar. Tante Sophia, zwarte jurk, klein zwart snorretje. Ja. Ja, oh, ja. Sissy. Sissy begint. Knieën helemaal kapot, zakt langzaam hydraulisch weg. Sissy begint. Tante Sophia, tante Sophia, wo is mijn kind? Tante Sophia. Sissy, ik geloof het is beter wenn ik dat kind opvoeter. Dat is niet goed, nee. Je hebt Duits gehad. Erzieën. Oh ja. Oh. Dat is eerst nou, dat is kind erzieën. Nee, opvoeten doet hij met brommers. Hè? Ik moet nu twee bougies in de oren van een kind draaien. En dat midden even uitslijpen en met die oren. U krijgt misschien de indruk dat ik lach om mijn eigen grappen. Dat is niet zo, ik heb gewoon jeuk. Ja, dat hoort hij niet. Moet kijken wat hij hangt. Zie je wat hij hangt? Hallo, dit. Nou. Ik wist dat ik schaam maar had. Moet je nou zien. Ja. Ik leg even mijn dropveten terug, hoor. Zo, nou zit het weer lekker. Nou, lekker. Het is nou net zo'n spelletje die vroeger aan je vingers zat hangen. Twee van die touwtjes aan die, twee van die balletjes aan die touwtjes, weet je wel? Klik, 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 klik. Ja. Nou ja, zit niet gek hoor. Even snel afmaken, dan ging Sissy terug naar haar man. En haar man was keizer Frans Jozef. Dat was een beetje een mietje. Hij was een beetje een Brinta-bek, zo'n Krusli-kop. Zo'n 16 granen hufte. Zo'n Montessori. Frans Jozef. Oeh, er zit er een. Sorry, andere school. Frans Jozef, mijn moeder had ons een kind. Onze wil ik niet afgeven. Frans Jozef. Zeikertje. Sissy, ik geloof het is beter wenn mijn moeder dat kind afziet. Oeh. En dan riepen wij met de hele familie, gaan we scheiden van die vent. Gaan move, weg, dat kan best, weg. En ze kon ook best een andere vent krijgen. Ze was namelijk heimelijk verliefd op het Hongaarse graaf. Oh, dan begin ik erover, daar baal ik van. Help even mee. Hoe heet ook alweer die Hongaarse graaf waar Sissy zo gek op was? Hoe zeg je? Rezi? Rezi, dat is toch frituur, hè? Dat niet? Ik hou de rest vanavond een beetje in deze hoek. We waren vorige week in Rotterdam, toen riet er iemand keeper iets. Echt waar. Nee, iets met. Ik hoorde het net wel goed. Oh, zei iemand hier? Zei je niet wat? Nee, niemand zei het. Nee, dan ga ik gewoon verder. Dus die man die komt met een kind bij de hoeren. Nee, dat was ik helemaal niet. Ja, opeens ben je het ook kwijt. Je hoort Rezi en dan ben je het ook. Graaf Andrassi, geloof ik. Ja, precies. Ja. Ik moet een beetje hinten. Rezi, twee dan. Meid, ik moet tempo maken. Graaf Andrassi. En als ze dan vlak bij die graaf Andrassi stond, zo met de lippen bij elkaar zo, dan zaten wij met de hele familie voor de televisie, hoorde je weer dat hele orkest. Ik denk dat toen het hele orkest onder die hoepeljurk zat gewoon. Oh, daar ken ik een heel smerig verhaal bij nog. Ja, we hebben een heel chic publiek. Ik bedoel, ik hou het tegen. En dan stonden ze vlak bij elkaar met die lippen, zij en die Andrassi, hoorde je weer die violen. En als ze dan vlak bij elkaar stonden met de lippen bij elkaar, dan riepen wij met de hele familie, nu Sissy, drop, schroef, griep om! Meeleven heet dat. Je komt eraan hoor. Eerst mijn airbag, ja? Ben heel gek mens, ga gewoon zo. Ben sterk genoeg hoor. Ben heel gek mens. Potverdorie, jongens, het is wel hoog hoor. Wil je lekker proberen? Ik blijf even staan. Het was een harde landing hoor. Voel me net papa papa. Vind je niet papa papa? Oh, kan nou, ik toch staan? Ik ken een hele oude grap van papa papa. Vertel me papa. Op een gegeven moment roept
Baba, papa, de hele familie bij elkaar, jongens. Bij elkaar kom ik jullie iets vertellen. Nou, Baba Benno, Baba Snolletje, we allemaal bij elkaar. Nou, wees Baba, papa, kom binnen en zegt, jongens, moet ik jullie eens bekennen? Ik ben homo. Nou, zei Baba Benno, gisteren was je nog een zeilboot. Ik ben heel gek, mens. Waar zijn we geland? Vliegveld Ter Haksel. Nou, is dat geen neukenbord? Huh? Over neuken gesproken. Aan boord hadden wij van dit vliegtuig, ik weet niet of hij er nog in zit, een hele knappe jongen uit India. Singh. Oeh, purser was dat. Singh. Met zo'n India-stip. En dus toen hij wel als het eind van de gangpad riep ik, Singh! En alle passagiers, la 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 la. Maar ik kon niet naar hem toe, want ik kon niet door het gangpad. Ik paste niet door het gangpad, ik kon niet door de gangers. Af en toe stond hij naast mijn keuken en dan begon hij een beetje tegen me aan te zwaffelen met zijn kleine tandoori. Ik zeg, wat doe je want, geile Gandhi? Huh? Hij zei, I want to make love to you in the toilet. Ik zeg, kom eens, gaan we lekker neuken op het toilet? Gaan we neuken op het toilet? Ik denk, ik ga vast klaar liggen, kan mij schelen. Ik naar het toiletje, was er iemand voor mij geweest, zaten twee gaten in het deurtje. En ik lig helemaal klaar met mijn Hoogkerkse heide. Ik lig klaar. Gaat de deur open, hij duikt erop en hij maakt een doorstart. Heel kort, hè? Heel kort. Sing ging. En ik lach er nog. Deurtje ging open, staan Engelse toeristen. Ik kijk vol in mijn flakkie-nakkie. Ik zeg, would you be so kind to pull me out of the toilet and I give you a noodle soup with a happy end? Nou, ik naar het keukentje en daar stond Sing. Ik zeg, het was heel kort hoor. Hij had helemaal verkneukeld kopje. Maar ik had hem met zijn hasses tussen mijn dijen gehad. Ik heb hele sterke dijen. Kom, ik was vroeger paaldanseres. Ik ben paaldanseres geweest. Ja, toen kreeg ik last van mijn schildklier. En er kwam een beetje metaalmoeheid rond de joekeloekers. En op een gegeven moment moesten heel veel vaseline naar de palen mij naar beneden te krijgen. In die sekstent hiernaast was ik een paaldanseres. De Crazy Horse. Leuke tijd. Die hoeren, die hebben ook humor. Maar vorige maand hadden we Sinterklaas steeds met die hoeren. Zegt de ene hoer tegen de andere hoer. Wat vraag jij aan Sinterklaas? Nou, de normale prijs. En daar heb ik ook, kan ik wel vertellen, mijn latere man ontmoet. Herman. Ik gleed van een stang zo naar beneden, van een stok gleed naar beneden. Hij zegt, ben jij een mooie vrouw? Dus ik draai hem om. En ik kijk hem aan. En ik vind hem zo mooi ook. En ik zeg tegen hem, als jij ook zo mooi bent, dan doe ik best met jou verder. Die handschoentje in de tuin, denk ik, oh, je mag een kaars. Hij verstond mij ook niet. Hij zei, ik ben piloot. Kom je vanavond naar mijn pilotengala? Ik zei, Ik zei, tuurlijk, ik ben toch heel gek mens. Ik neem een paar vriendinnen mee, ik kom naar de piloten. Nou, ik naar de pilotengala. En dan stond hij al klaar met handschoentjes aan en met een glas champagne. En dan zegt hij tegen mij, wou je mijn vliegtuig zien? Ik ga met hem mee, en ineens pakt hij me hier, hij pakt me daar, toen heeft hij me onder zijn vleugels genomen. Op die grote wielen, ik had afdruk van die wielen in mijn reet. Want ik kwam terug op gala, toen riepen mijn vriendinnen, winterbandjes! Maar ik ben me heel kort getrouwd met Herman, op een gegeven moment was Herman ook weg. Hè? Hij was weg, depressief, en dan ging hij ineens weggelopen. Hij mocht niet meer vliegen, had te veel gezopen, moest blazen in de lucht, drie keer door rood gevlogen. Nou ja, ben je weg. Maar goed, ik ga niet sentimenteel staan doen. Ik laat één ding tegen jullie zeggen. Mooie herinneringen, echt mooie herinneringen voor later, die maak je nu. Hè? Vergeet dat nooit, hoor. Oké, nou. Och, dat is een leuke foto van het eindexamen. Kijk, die 19e van links ben ik. Zie je dat? Dan kreeg je wodka, bier en rum. En degene die het eerst van muurtje flikkerde, die was af. Was leuk, hoor. Och, kijk, dat is Herman. Wat een mooie man. Dat is geen mooie man, met die handschoentjes. En die met die glimlach, dat ben ik. En wat een taille had ik daar. Pas nou net nog één been in. En die vrouw die kijkt, die denkt, een of andere snol, ik weet niet wie het is. Maar kijk, het was een andere tijd. Loopt u even met mij mee, dan kan u even door de douane. Oeh. It's raining men, halleluja. Oh, kijk nou toch. Daar staat hij, die kleine befkoning.